Körper, wenn wir uns so bewegen kannst. Doe je wat brood? Ja, wow. Ja, dit zijn dus dat zijn de voortekens. Als ze hun nek gaan maar relaxen. Dat is de voorbereiding voor de vleugels uitstaan. Druk je in? Ja, geef natuurlijk. Lok hem weg. Gooi het aan deze kant van dinges. Dat hij deze kant komt. Precies, oké, okay, precies. Ja. Inimardo. Che facie? Hombre. Uomo. Hey, bello. Che facci, eh? Du. Bedenk maar een opfer des kapitalismus, du Arschloch. Oh, wauw. Maar zie je niet agressief reageren, hè? Voedsel. Maar een zwaan zal je nooit op Ik kan dat al niet zien, wil ik dat werken, hè? Nee, maar een zwaan zal je nooit onverwachts aanvallen. Hij bereikt altijd voor. Hij laat altijd zien van ik ben groot en pas op. Du ook weer? Norbert. Ik vond het gewoon Norbert. Dat is oké, buddy. Nee, zwaan. Nee, hij is een beetje bang voor die camera. Ja? En hij weet ook niet waar hij vandaan moet verwachten. Oké. Nee. Alessandro. Piet, hè? Dat is Leonardo. Dat is Alessandro. Hè? Dat is Leonardo. Leonardo is rechts, links, L, rechts, hè? Ja, dat is gewoon. Arturo heet hij, sorry. Arturo. Maar dus Arturo is eigenlijk degene die indringt. Dus daarom is hij zo fel. Dus geef hem ook wat. Ja. Misschien moeten ze leren samenleven zo. Ja, maar het is niet goed. Een zwaan zal nooit opeens aanvallen. Alleen als hij bij zijn kinderen komt. Maar de kop, hij had deze slinger om hun hals. Nee? Welke wie? Hij? Is dat of niet? Oké, dan moeten we even dus die wegjagen en blokken. Ja, eigenlijk zo. Also Norbert had het leider ook niet geschafft.